waarmee is het eigenlijk begonnen? Waarmee is het begonnen? Ja, deze is natuurlijk oorspronkelijk verkocht naar Engeland toe. Okay. Naar de heer Willy Wilson. En hij heeft een jaar of 10 heeft hij in Engeland gezeten. En eigenlijk, toen ik mijn tropengatrip verkocht, toen wou ik eigenlijk zo'n ding hebben. En het is deze molen geworden. Oké. Okay. En ik denk achteraf gezien dat het een hele goede keuze is geweest. Ja. En hoe kwam u op het idee om alle lichtverlichting eigenlijk een beetje te vervangen in ledverlichting? Of? Nou ja, natuurlijk. Het eerste is natuurlijk het stroomverbruik. En punt twee is natuurlijk, ja. Ik verkoop zelf verlichting, dus ja, je hebt toch eigenlijk een visitekaartje nodig. Ja. Waarom dan niet hierop? Een voorbeeld, zoals bij Europa Park, de McWhites. Of... Ja. Oké. En hoe lang heeft u deze molen al? Dit is het vijfde seizoen. Oké. Hoe werkt de besturing? Nou ja, goed, de bedieningspaneel is daar al. Zoals je ziet, we hebben een schakelaar voor de beugels. Als je de beugels dicht doet, dan gaat die groene lamp gaan branden. Dat betekent dat de beugels gesloten zijn. Dan druk je op start. Nou ja, je kan zelf eigenlijk de hoogtes bepalen en de gondelrotatie. En ja, dat is eigenlijk gewoon een beetje spelen. Nou, leuk. Op welke kermis kunnen we dit jaar nog tegenkomen? Op welke kermis kan je mij nog tegenkomen? Nou, wij gaan hierna volgende week, of hierna zitten we in Gouda. Dan gaan we nog naar Spijkenisse. Dan hebben we nog Breda en Gorinchem. En dan weer volgend jaar. En dan zitten we alweer in 7 november, dan is het klaar voor dit jaar. Dan wordt het weer verder met de attractie zeker? Waarschijnlijk wel, ja. We hebben nog wat dingetjes op de planning staan, dus maar ja, goed, dat zeg ik. Tijd is vaak ook het probleem. Want ik zag dat deze winter, afgelopen winter, het bord vervangen door een ledscherm. Ja, klopt, maar dat is er dit jaar niet van gekomen. Dus ja, het staat nou voor deze winter op de planning. Maar ja, goed, dat zeg ik, de planning bij ons weet je nooit hoe die loopt. Dus dat is, ja, het is altijd nog een beetje afwachten. Okay. Maar uiteindelijk gaat het gebeuren. Ja. Wil jij nog wat dichter? Dat is een hele mooie vraag. Die komen we vaker tegen. Gelukkig wel. Ja. Ja, we doen er ook ons best voor, dus ja, dat zien we heel erg. Kijk maar op onze Facebookpagina, ja, de likes en de reacties. En, het is eigenlijk, we hebben nooit echt slechte recensies. Nee. Heb je nog veel onderhoud aan? Ja, kijk, je hebt natuurlijk elk jaar een x-aantal dingen wat je gewoon moet onderhouden. Je hebt natuurlijk elk jaar gaan er standaard nieuwe breekplaten in, nieuwe bouten. Ja, we doen dan twee keer per jaar de lierkabels vervangen. Ja, en het ene jaar doe je een paar cilindertjes vervangen, het andere jaar doe je wat in de stroomkast vervangen. En zo blijf je eigenlijk wel een beetje bezig. Ja, ja. Ja, want de veiligheid staat natuurlijk gewoon voorop. Natuurlijk. Hoe lang doe je over het afbouwen en opbouwen? Het opbouwen is ongeveer 3,5 uur. Dan kunnen we rijden. En het opbouwen, ja. Het zijn waterpas. Twee dagen de tijd, dan doet het 2 dagen over. Maar net zoals hierheen als moet, kan het binnen een uurtje, vaak staat hij helemaal klaar. Nou, hoeveel personeel je hebt, waterpas en zo? Ja, nou ja, goed, ik werk over het algemeen met 2 jongens. Dus, als ze het gewoon een beetje goed de best doen, dan zijn we een uurtje, 5 hebben we hem klaarstaan. Dus dat valt op zich nog wel mee. Dat valt ook wel lekker snel. Ja, gelukkig wel. Ja. Als je alles helemaal in de mogen zetten en dat duurt uren. Ja, dat gaat gelukkig allemaal vrij vlot. Dat is maar. Het grote gedeelte is ook hydraulisch, hè? Ja, ja, er zit weinig sjouwwerk aan, dus, en dat is op zich wel fijn. Dat is wel voor de... Ja. En alles op 2 trailers, je hebt geen wagens erbij nodig met opbouwen of met afbreken. Ja, geen pakwagen. Nee, ja, je dicht gaat, je kan gelijk beginnen. Ja, dat vind ik altijd wel een voordeel. Ja. Want als je natuurlijk op bepaalde kermissen en het is een beetje krap. Dan wil het nog wel eens even duren voordat je dan eventueel een pakwagen erbij hebt. Ja, bij bijvoorbeeld een Raydance. Ja. Nou ja, goed, bepaalde zaken, dan ben ik bewijs van heb ik hem al beneden liggen en dan gaat een ander net beginnen. Nou, als die beneden ligt heb ik nog ongeveer 2 uurtjes werk. Ja, dan is het klaar. Ja, dan is het klaar. Ja. Dat is heel mooi. Ja. Nou, dat ziet er ook twee mooi uit. Nou ja, dat doen we ook wel ons best voor. Kijk, de ene keer zijn er een paar kleine dingetjes die we doen en de andere keer zijn het wat dingetjes die wat meer opvallen. Je hebt natuurlijk ook dingetjes die helemaal niet opvallen. Want we hebben natuurlijk 2 jaar geleden hebben we nieuwe motoren erop, nieuwe sleepringen. Nou, dat zijn dingen die kosten gewoon echt
Ja, kijk, hij moet wel blijven draaien. Ja. En kijk, de ene zegt van ja goed, de ritprijs bij ons is vaak wat duurder. En de andere zegt van ja goed, het is betaalbaar. Maar ja, goed, dat is hem eenmaal nodig. Omdat je gewoon elk jaar een x-bedrag kwijt bent aan onderhoud. En aan staanplaatsen, ja. Ik kun je ook altijd van wat ze vragen, dat doen ze niet voor niets. Want nee. Tilburg betalen ze goudgeld voor. Ja. Ja, ja, dan moet je eruit halen. Dus doen het niet om er geld aan te verliezen. Klopt. Nee, dat klopt. Kijk, ik heb hem natuurlijk gekocht om er uiteindelijk natuurlijk ook wat mee te gaan verdienen. En ja, dat is wel de bedoeling. Ja, dat zeg ik over het algemeen. Vind ik de ritprijzen die wij nemen, vind ik altijd nog wel schappelijk. En ik denk mijn klanten er ook wel, want ik zie eigenlijk altijd dezelfde mensen weer terug. Ja, ja, dat moet je ook hebben. Ja. Ja, en het totaalplaatje moet een beetje kloppen. Hè? De mensen moeten vriendelijk zijn aan de kassa. De personeel, je moet vriendelijk behandeld worden door het personeel. Je moet toch een beetje waar van je geld hebben. Dus je wil ook een beetje een leuke rit hebben. Zeker, een mooie lange rit. 6 minuten vind ik echt een hele goede rit. Vooral ja. Mensen zeggen dure prijs, maar als je dan denkt van ja, ik heb al 6 minuten. Dan denk ik van dat is eigenlijk hartstikke goedkoop. Want bij andere attracties heb je voor dezelfde prijs een rit van 2 minuten. Ja. Dus dat vind ik wel helemaal heel mooi. Ja. Ah ja, daarom zijn we ook voorstanders van Eurodagen. Maar ja, dan ga je de mensen 1 keer omhoog doen. En dan pas komen de mensen denken dat ze wachten tot euro. Je bent aan het neppen en ja, dat wil je niet. Dan wachten mensen totdat het Eurodag is, dan pas komen ze. Dat... Ja, maar ja goed, uiteindelijk, kijk weet je, dus, er zijn eigenlijk maar 1 of 2 kermis in het jaar dat wij echt aan een Eurodag meedoen. En voor de rest doen we eigenlijk nooit een Eurodagen mee. En ja, wij geven dan gewoon een korting, dus dan draaien we eigenlijk 2 euro. Dus dan hebben ze 1,50 korting, maar ze krijgen dan wel zeg maar bijna dezelfde rit. Ja. Dus eigenlijk is het dan omgekeerd, een euro minder dan? Ja, eigenlijk wel. Ja, 1,50, want meestal zitten we natuurlijk op 3,50. Nou, 3 euro zag ik. Ja, hier nu 3 euro, omdat ja goed, dat is met de organisatie afgesproken. Maar over het algemeen is het eigenlijk altijd 3,50. Ja, en dan heb je 1,50 korting. Maar als je dan met 4 man erin gaat, dan heb je ook echt een korting. En je krijgt dan toch nog een fatsoenlijke rit. Ik denk dat dat op lange termijn beter werkt. Dat mensen een hele korte rit hebben voor 1 euro. En dan ook nog de kortingsbonnen. Ja. 4 voor 10 euro zie ik. Ja. Dat is ook wel een hele goede jaar. Want dan heb je in plaats van 4 voor 12, dan heb je 2 euro korting. Ja. Dus bijna eentje gratis. Ja, en op kermissen waar we 4 euro draaien, dan heb je zelfs 6 euro korting. Ja. Nou, dat vind ik wel enorm leuk. Ja. Ja, ja. Van, ja, ja, en dat scan aan deze kassa, laat deze dan zien aan kassa voor korting. Ja, ja, ze hoeven hem van mij nog niet eens uit te printen. Je mag hem gewoon zo laten zien. En ik bedoel, makkelijker kun je het niet hebben. Inderdaad. Je moet alleen internet een beetje hebben of hem opgeslagen hebben op je telefoon. Ja, nou ja, goed. En dat zeg ik over het algemeen. Zijn er toch heel veel kermissen dat de kinderen gewoon komen van. Nou, meneer, doe er maar 4. Ja, dat is mooi. Nee, uiteindelijk zeggen dan ook de ouders van, hey, weet je het is, ga dan hier nog maar 4 keer in of koop maar 4 kaartjes. Want daar kost het 2,50 of 3 euro en die mensen zijn, die krijgen een korte rit of die worden een beetje afgesnauwd. En dan zeggen mensen toch vaak van, hey, ga dan hier nog maar in, want die mensen doen het goed. En dan 4 voor een tientje, ja, dat is natuurlijk op zich gewoon... Zekerheid voor een lange, goede rit. Ja, nou ik denk dat op de lange termijn dat gewoon beter is. Ja, doe ik eer aan je werk. Ja, nou ja, dat zeg ik. Ik bedoel, jullie zijn zelf lid van mijn Facebookpagina. Ja, uiteraard. Kijk maar naar de reacties die we altijd krijgen. Ja, ik zie nooit zeker maar negatieve reacties. Nee. En als jullie ooit zullen komen, of enkele die zullen zijn, dan hebben ze iets heel verkeerds gedaan of begrepen. Ja. Of... Nou ja, het is ook kijk, weet je, het gevaar met Facebook is natuurlijk hoe lees je dat? Interpretering, ja. Interpretatie. Ja. Heb ik soms ook hoor. Ja, dat is zoiets van, ja, maar ja, dat ligt aan die andere dan. Ja, nou ja, goed, kijk, weet je, iedereen kan een foutje maken. En ik bedoel, dat is bij ons ook, wij voeren natuurlijk 2 bedrijven. We hebben natuurlijk ook dat verlichting. SMD, Pixelet. Ja, en ja. Dus soms, ja, als iemand belt en ik zit toevallig hier in de kassa, ja, dan kan ik niet zeggen van, ik laat dat gaan. En dan wil dat nou wel eens, en dan komt dat misschien bij een klant over van, oh, die man is ongeïnteresseerd. Maar dat is helemaal niet zo. En ja, soms is, het doet zich soms voor. Ja. Dus ja, nou ja, goed, dat zeg ik maar voor de rest, we doen ons best ervoor. En meer kunnen we eigenlijk niet doen. Ja, nee, jullie doen het heel erg goed en heel mooi. Ja, dank je. U ook bedankt. Zeker, bedankt. Graag gedaan.